Dit is Chiron en zijn team, het B1-elftal van het Rotterdamse Spartaan 20. Hij speelt pas anderhalf jaar competitie, toch zal Chiron zijn elftal waarschijnlijk snel verlaten, want bijna elke profclub heeft interesse in de jonge tweebenige spits. Op het hoogste niveau gaan spelen. Als het in Engeland is of in Nederland, wel hoog, dus zeg maar Eredivisie. Ja, en kijken waar hij kan komen. Het is gewoon een wereldvoetballer waarvan ik denk als hij met betere voetballers speelt, dat hij dan nog heel veel kan leren, omdat hij pas anderhalf à twee jaar echt voetbal, terwijl andere jongens al 10-12 jaar voetballen. Hier op het veld van zijn club werd hij ontdekt door een scout van Sparta. Deze vroeg hem voor een oefenwedstrijd en daar zat weer een scout van de KNVB. Ineens speelde Chiron mee bij Jong Oranje, als eerste amateur in bijna 20 jaar. En daar stopt het niet, want tijdens een wedstrijd voor Oranje zag een scout van Chelsea hem en nodigde hem uit voor een stage in Engeland. Maandag vertrekt hij. Als het goed gaat, wil Chelsea de jonge speler kopen. Nu ben ik echt blij dat ik daar naartoe kan gaan. Want het is Chelsea, een grote club. En ik ga zeker al die voetballers daar zien. Dus het is wel een grote droom. Chiron's teamgenoten vinden het allemaal geweldig, maar zijn ook een beetje jaloers. Ja, zeker, want wij willen allemaal naar Chelsea, maar hij is de enige die nu gaat. En een van de beste van ons in ons team, dus we gunnen het wel. Ik denk dat het hele team hem gunt om naar Chelsea te gaan, behalve ik. Oké, ik gun hem ook. Ultieme droom, dat is het zeker. Ja, man, als amateur jongen gebeurt dat vast nooit. Van Nederlandse elftal en nu naar Chelsea. Dus het is wel een hele grote stap. En de spelers van de teamgenoten van mij willen dat ook allemaal. Maar ja, je moet gewoon goed presteren. De discipline, mentaal moet je ook goed zijn. Zoals het er nu naar uitziet, wacht Chiron een grote toekomst.